Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij Koerskijken met Elroy. En het is alweer de laatste dag dat ik jullie mag voorzien van de koersvideo's. Volgende week is John van der Meer namelijk weer terug van zijn welverdiende vakantie. En ja, ik hoop dat jullie hartstikke leuk vonden de afgelopen dagen. Ik in ieder geval wel. Ik kreeg vooral heel veel goede motivatie van jullie reacties onder de video's. Het deed me super goed. Ook op mijn eigen kanaal kan je me terugvinden, het Cryptohuis. Voor de volgende week zal ik daar ook weer mijn video's gaan oppakken. Ik heb even wat stilgelegen, puur in verband met verhuizing. Zoals je ziet, ik zit nog midden in mijn woonkamer. Maar daar komt allemaal verandering in, want de studio is in de maak. Maar goed, ja, eigenlijk heeft alles wel zich uitgespeeld zoals we wouden. En de potentiële long die we voor ogen hadden, ja, die heeft ook zijn ding gedaan. En nog even een kleine recap van gisteren. Wat ik nu dan verwacht is dat we een kleine cooling down gaan. Naar die 30.800 gaan krijgen. Kan. En dan een bounce vinden. En dan uitbreken omhoog. En dan uiteindelijk dus deze high. Dus die 32.700, 32.600 gaan uitschakelen. Als we op de wick pakken is die 32.000. Ja, en dan vervolgens vertel ik ook dat we dan de trendlijn gaan opzoeken. En dat is niet. Nou, en dat hebben we dus uiteindelijk gedaan. Dus dat was even een kleine recap. Maar goed, we zijn er weer terug ingevallen zoals we nu kunnen zien op de kleinere tijdframes. Of kunnen we toch wat anders zien? Nou, ik wil beginnen met het dagelijks tijdframe. Want dagelijks tijdframe, ja, kom maar op, kom maar, kom maar. Want op het dagelijkse tijdframe zie je dat we wel boven de IMA 21 zijn gesloten. Om deze trendswitch te bevestigen, wil ik wel dat Bitcoin vandaag ook boven de IMA 21 sloot. Als dat gebeurt, als we vandaag dus boven de 33.200 sluiten, nou, dat zou moeten lukken, neem ik aan. Ja, dan ziet het er rooskleurig uit. En dus gaan we echt een groen weekend tegemoet. Zoals we eigenlijk dus ook al gisteren hadden besproken. En dat komt puur, naar mijn idee, door deze 12-uur divergentie die we hebben. Deze bullish divergentie die we hier hebben op de bodies. Die is nu vol in de maak. En de stog die wijst nu omhoog. En ook op de stog op de 12-uur hebben wij hier een trendlijn waar we uit zijn gebroken. Dus al met al, dat ziet er goed uit. Alleen. De key level om te houden is nu wel 31.500. En dat is de onderkant van deze body op de 12 uur. Want eigenlijk als we daar nu weer onder komen, ondersluiten, dan was dit opnieuw een fake-out. En dan hebben we een fake-out van een fake-out. Maar goed, ik ga eerst mijn plan met jullie delen waar ik naar kijk. Want ik heb in combinatie met de Elliott-wervingtheorie heb ik bepaalde targets in mijn hoofd wat ik denk dat zich kan gaan uitspelen. En dat is dan waar ik ook aankomend weekend naar kijk. En dan zet ik hem eventjes op de 2 uur. En dan hebben we een beter beeld ervan. Okay, misschien kunnen we hem ietsje aanscherpen. Kijken of we dan nog wat moois ervan kunnen maken. Ja, nee, we kunnen er niks moois van maken. Hij blijft zakken tot nu toe. Dus dat is niet al te positief. Maar goed, wat wel positief is, is dat dus een 1-hour hidden bullish divergentie in de maak is. In de maak. Zoals net zoals gisteren in de maak, nog niet bevestigd. Dat is dus wat we in de gaten gaan houden vandaag. Op de RSI maken we een lower low. En hier op de prijs zullen we dan een higher low gaan maken. En dat ziet er goed uit. En hetzelfde geldt voor de 30 minuten. Daar is hij al duidelijk aanwezig, zoals we hem hier kunnen zien. Daarvoor hebben we eigenlijk alleen nog twee groene closings nodig met Bitcoin om dit te bevestigen. Nou, de 30 minuten, 15 minuten, 5 minuten, het ziet er allemaal erg laag uit. Dus ik verwacht wel dat wij snel een bounce kunnen gaan waarnemen. En die bounce zal dus ook voor ons hogere targets opnieuw kunnen brengen. En misschien als we hier een trendlijn tekenen dat we wat kunnen maken. Ja, op zich. Ja, we zitten nu op de trendlijn. Als we deze touchpoints hieronder pakken. Deze niet. Niet helemaal.
Het is een lastige. Maar goed, dit is echt het hele kleine tijdframe. Laten we gewoon zeggen, de key level voor vandaag is dus 31.000 voor de bull case. En de bull case, ja, hoe ziet die eruit? Waar kijk ik dan naar als dit allemaal zo door blijft zetten zoals ik dan verwacht? Nou, we hebben hier een mooi dubbel bodempatroon in principe. En mijn target, volgens de patronen, zou dan dit de target zijn. Dus de 37.944. Nou ga ik mijn target geven op basis van de Elliott Wave Theorie en de Trend Based Fibonacci Tool. En als ik dan de Trend Based Fibonacci Tool erbij pak, dan ligt mijn target op 38.993 of 37.000 plus minus. En dat heeft te maken met de WXI die we hier hebben. En ik verwacht eigenlijk ook dat dat hier, waar wij nu zitten, zal gebeuren. Dus dat wij vandaag een 65% retracement kunnen gaan krijgen, ja, is waarschijnlijk. Dus daarom is de key level inderdaad $31.000. Dat is de golden pocket. Zolang we daarboven blijven, niks aan de hand. Maar goed, dat wil dus zeggen, als wij dus die 31.000 weten te houden, dat wij straks dus die bounce zullen gaan zien, langzaam omhoog zullen gaan klimmen aankomende dagen. Ja, en dan kijk ik mijn eerste target op die 37.000. Naar de reactie. Twee, en dan waarschijnlijk nog misschien zelfs de 1.618 hier op de 38.993. En dat is dan ook echt wel mijn eindtarget voor deze run. En verwacht ik vanaf daar dat we weer meer downside gaan zien. En het mooie is, als we, nou ja, het mooie is dat we deze high gaan uitschakelen. En daar zullen waarschijnlijk heel wat stoplossen staan. En die stoplossen die, ja, zullen dan afgaan. En dan uiteindelijk zullen we alsnog een dump gaan krijgen. Of nou, een dump, een correctie moet ik zeggen. Want zoals ik in mijn andere video's heb aangegeven, verwacht ik dat we, ja, in deze periode een heel tijdje zijwaarts kunnen gaan naar zo'n stijging. En dat kan dus misschien dus wel 1, 2 maanden duren. En dat we, ja, maart, april misschien wat meer prijsactie kunnen gaan waarnemen. En dat betekent dus wel dat de altcoins dus wel weer wat ruimte kunnen gaan krijgen. Dus dat is voor de alts sowieso een positief signaal. Ik zie hier dat dominantie ietsje is gezakt weer in vergelijking met gisteren. De alts verschillen. Ik zag vandaag weer Binance en Dogecoin die weer 800% was gepumpt. En ook BQX, ja, een week naar 15.000 satoshi. En hij kwam van 3.000. Nou ja, oké, dat zijn signalen dat er in ieder geval weer flink leven is in de markt. Maar goed, we zijn hier natuurlijk uiteindelijk voor onze Bitcoin. Want hè, wil je in het wilde westen op dit moment proberen raak te schieten. Voor mijn idee is dat niet echt meer technische analyse. En ik hou juist van technische analyse. Ik wil alles goed onderbouwen. Ja, en daarom hou ik zo erg van Bitcoin. En bijvoorbeeld ook Ethereum. Oftewel de grotere paren. Maar goed. Stel je voor, we moeten ook een bear case hebben. Stel je voor, we claimen. Of we claimen, we verliezen. De 31.000. Dat betekent dat je opnieuw, ook op de 1-hour, een lower high hebt. En ja, dat zal er dan niet positief uit gaan zien. En dat zal dan ook erg lelijk kunnen gaan worden. En dan zul je misschien zelfs kunnen zeggen dat we een dubbel top hebben. Ik ga er niet van uit, want we hebben die bullish divergentie op de 12 uur. Dus toch wijst omhoog. De 6 uur toch wilt wel naar beneden, wilt zijn momentum verliezen. Oké, interessant. De 4 uur stok wilt kruisen. Zo. De 3 uur stok wilt kruisen naar beneden. Oké. De 2 uur stok wilt kruisen. Oké. Ik denk dat we dan toch vandaag eerst een kleine afkoeling fase gaan krijgen. Dus niet gelijk een moonshot. Als we dus bijvoorbeeld inderdaad op die 1 hour een bullish divergentie hebben. Ho. Een hidden bullish divergentie hebben. Dan zal dat wel weer een beweging omhoog kunnen gaan geven. Ja, en dan is het echter aan om die grotere tijdframes over te nemen. Want anders is het inderdaad dat we, ja, toch weer die 31.000 kunnen gaan opzoeken. En kunnen we dit ongeveer gaan uitspelen. Vandaag, morgen.
En dat we dan alsnog wel een groen weekend tegemoet gaan natuurlijk. Want dat is uiteindelijk wat we wel willen. We willen groene cijfers zien. Dus dat is voor nu mijn idee. Key level is dus die 31.000 op dit moment. En een break van de 34.777 is dus het moment dat de bulls kunnen gaan inslaan en dus verdere targets kunnen gaan geven. We hadden natuurlijk gisteren al vanaf het moment van instappen, of, van die 30.900, hebben we een stijging gezien van maar liefst 12%. Dus dat er een kleine afkoeling komt, is logisch. Maar ik hoop en ik wil eigenlijk wel dat deze verder doorzet. En dat zal door middel van waarschijnlijk dit patroon dan zijn: dat je een A, B, C gaat maken, 31.000 weer gaat testen, support gaat maken en bounce. Misschien zou je hem zelfs als een inverse head and shoulders. Nee, geen inverse head and shoulders. Misschien zal het dan meer een cup and handle gaan worden. Als we het over patronen gaan hebben om uiteindelijk deze targets te gaan uitspelen. Nou, als we uitgaan van de cup and handle. Pak je hem vanaf de body, vanaf uitbraak. Nou, en dan zie je dat hij eigenlijk precies hetzelfde overeenkomt met de target van de 1, 6 en 8. Dus dat is altijd super mooi om te zien, super interessant dat de overeenkomsten altijd aanwezig zijn. Goed, ik ga hem afsluiten voor vandaag. Mocht je het weer leuk en interessant vinden, vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te geven. Vond je het ook leuk of wil je wat weten? Laat het achter in de comments. En vergeet vooral niet te abonneren op het Cryptohuis YouTube-kanaal om meer van deze updates te krijgen. En natuurlijk, ik ga het niet elke dag doen. Ik ga het doen wanneer ik denk dat het nodig is. En ik ga het doen wanneer ik er echt achter sta om het te doen. Gewoon echt puur uit plezier. En toevallig deze week vond ik echt super leuk om te doen. Maar dan weten jullie dat het niet elke ochtend is een vast tijdstip. Dat laat ik lekker aan John over en Bitcoin Magazine voor het koers kijken. Nou, hartstikke bedankt allemaal en ik zie jullie snel weer. Hoi hoi!